Van 22 april tot en met 3 mei 2014 houdt het Kindermuseum Villa Sapacara sportieve en creatieve workshop van 8 tot half 4. Het gaat om het bezig zijn met diverse sporten, kalligrafie, groene thee maken, koekjes bakken en nog veel meer. Er is ook elke dag een China Tour. Op 1 mei is er een vlooienmarkt voor en door kinderen. Villa Sapacara is tijdens de paasvakantie inderdaad open in die periode en van 8 tot half 4. Als we het regulier programma hebben, dan zijn we open van maandag tot en met vrijdag. En dan ontvangen we scholen die bij ons de China Tour doen. Dat is de derde interactieve tentoonstelling van Villa Sapacara. En deze tentoonstelling gaat over chi en dat is de levenskracht, de energie die door alles en iedereen heen stroomt. Tijdens het paasvakantieprogramma hebben we die tour ook elke dag om 11:30. Er is nog plek voor, dus mensen die hem nog niet hebben gezien, vooral kinderen, die kunnen zich dan opgeven. We hebben in de ochtend creatieve en actieve workshops. Bij de creatieve workshops maken de kinderen iets dat ze mee kunnen maken. Vandaag hebben ze terracotta krijgers gemaakt. En dat zijn krijgers die nog zijn van de eerste keizer van China, zo'n 2200 jaar geleden. En zo meteen gaan ze hun eigen aanzichtkaart maken. De actieve workshops zijn tafeltennis, chi-tennis en gewoon spelletjes. En aan het eind van de dag, in de vakantie, is er altijd een educatieve kinderfilm of een documentaire. Mirjam Marks en Daphne Bruyne kwamen met het idee om Villa Sapacara op te zetten. Omdat ze vonden dat er op het gebied van kunst en cultuur nog niet veel was voor kinderen. Er wordt binnen Villa Sapacara vooral gefocust op landen, tentoonstellingen. In 2009 is begonnen met de tentoonstelling Paleis Geheimen. Over de Asiansi cultuur in Ghana, daarna Ster in de Stad, Miljoenstad Bombay en de Xi van China. Het concept van de villa kwam van het Tropenmuseum in Amsterdam.